palliatieve sedatie is echt iets heel anders dan euthanasie. Bij palliatieve sedatie wil de arts het lijden van de patiënt verlichten met hele sterke slaapmedicijnen. Dat gaat dan om patiënten die zoveel pijn hebben of benauwd zijn, dat alle medicijnen die je normaal gebruikt niet genoeg werken. En er eigenlijk geen andere mogelijkheid is om die pijn te verlichten dan door iemand in slaap te brengen. En dan hebben we het eigenlijk altijd over patiënten in de laatste week van hun leven. Dat de arts verwacht dat iemand binnen een week zal sterven door de ziekte waar hij zoveel last van heeft. En dat in slaap brengen, dat kun je doen voor kortere tijd, bijvoorbeeld voor een paar uren. Zodat die patiënt weer wakker kan worden en zou kunnen eten of drinken of bidden, wat mensen soms belangrijk vinden. Maar meestal gaat het om patiënten die al zo ziek zijn en eigenlijk ook al niet meer uit zichzelf kunnen eten, dat zij ervoor kiezen, want dat is natuurlijk de keuze van de patiënt, om helemaal in slaap te blijven. Dus dan krijgen ze een infuus met medicijnen, waardoor ze steeds in slaap blijven en zo eigenlijk heel zacht en zonder dat ze zoveel pijn hebben of andere nare klachten hebben, de dood inglijden. Want het gaat dus altijd om mensen in de laatste week of dagen voor hun dood. En dan lijkt het soms alsof ze door die sedatie doodgaan. Maar dat is niet zo. Mensen gaan dood door de ernstige ziekte. Niet door de sedatie. Die verkort het leven niet. En daarmee is het dus ook iets heel anders dan euthanasie. Want bij euthanasie wil de patiënt zelf dood. Dus het doel van euthanasie is echt dat de patiënt die dat graag wil, doodgaat. Terwijl het doel van palliatieve sedatie is alleen maar de symptomen bestrijden. Dat de patiënt niet lijdt en niet om de patiënt dood te laten gaan. Heel vaak is er verwarring over bijvoorbeeld de werking van morfine. Soms denken mensen dat je door morfine ook eerder doodgaat. Dat is heel begrijpelijk, want morfine was heel lang de enige sterke pijnstiller die we toepasten bij mensen die zo ernstig ziek waren dat ze eraan dood gingen. En dus was morfine eigenlijk altijd een signaal van, oh, als we met morfine beginnen, nou, dan duurt het niet lang meer. En daardoor dachten mensen dan ook dat je daardoor dood zou gaan. Het is bovendien zo dat als je heel veel morfine tegelijk in één keer geeft, dat dan inderdaad mensen suf worden en dan zou je zelfs wel aan dood kunnen gaan. Maar zeker tegenwoordig gebruiken we morfine niet meer op die manier. We geven morfine beginnend met een laag hoeveelheid, net genoeg dat je geen pijn meer hebt, maar zo dat je er niet suf van wordt. En als je meer nodig hebt omdat de pijn erger wordt of omdat je lichaam wendt aan de morfine, dan krijg je wat meer. Maar daardoor komt dat misverstand. Maar morfine is dus al helemaal niet bedoeld of geschikt om iemand eerder dood te laten gaan. Bij Antilliaanse families merk ik vaak dat ze wat schrikachtig zijn als het gaat over morfine of over palliatieve sedatie. Dat heeft er vaak mee te maken dat mensen niet precies weten wat het inhoudt en bang zijn dat het iets is wat de dood zal versnellen. En begrijpelijk dat ze dat niet weten, want je moet dat natuurlijk meegemaakt hebben om goed te weten wat er gebeurt. Dus vaak zie ik, als ik dan uitleg dat morfine en palliatieve sedatie echt bedoeld zijn om het lijden te verlichten. En zeker als ze dan ook zien hoeveel pijn iemand heeft, dan zijn ze blij dat we daar iets aan kunnen doen. En dan leg ik dus heel goed uit dat daarmee de dood niet versneld wordt. Als het gaat om euthanasie maak ik eigenlijk zelden mee dat iemand dat graag wil bij Antilliaanse mensen. Want net zoals veel andere gelovige mensen vinden veel Antillianen het belangrijk dat je het sterven en het moment van sterven aan God overlaat. Daar hebben wij als mensen niks in te kiezen. En dat betekent dat ze dus meestal gewoon de dood afwachten en vaak ook, vind ik, heel mooi zich daaraan over kunnen geven en kunnen accepteren dat het leven zo loopt als het loopt en ook zo eindigt. Maar het feit dat ik weet dat heel veel Antillianen dat niet willen, betekent niet dat ik er niet met hen over praat. Want ik wil dat elke patiënt de kans krijgt om mij te vertellen wat hij graag wil. En ik weet natuurlijk niet hoe dat voor deze persoon is
En er kunnen mensen zijn die wel degelijk over euthanasie nadenken en daar misschien ook voor willen kiezen. En dan bespreek ik dat met hun, uiteraard met hen en ook als ze willen met hun familie. En op die manier kunnen we proberen de zorg precies zo te laten aansluiten als die patiënt het beste past. Dat geldt ook bijvoorbeeld bij palliatieve sedatie, dat ik dan ook bespreek of de patiënt voortdurend in slaap wil blijven of dat hij af en toe wakker wil worden om iets te kunnen eten of drinken. Dat laatste vindt vaak de familie heel belangrijk. Die vinden het een heel akelig idee als iemand niet meer eet of drinkt. Dan leg ik wel vaak uit dat op dat moment dat we met palliatieve sedatie bezig zijn, de patiënt al zo ziek is dat hij toch eigenlijk niet meer echt goed zelf kan eten of drinken. En dat dus het niet, voor de patiënt niet heel veel uitmaakt of die in slaap is. Maar soms vindt familie dat heel moeilijk en dan vindt de patiënt het ook moeilijk en dan laten we de patiënt af en toe wakker worden.